De 3FM Award winnende, Spider-Man soundtrack schrijvende, ode brengende Chad Rebel. Ja, ja, wat gaat die Chad Rebel supertjes lekker. Eind maart harkt hij een Edison binnen. De winnaar van de Serious Talent Award 2014 is Chad Rebel! En gisteravond kreeg Chad bij Dit is Domien een 3FM Serious Talent Award uitgereikt. Er is dus niemand meer die om deze muzikale alleskunner heen kan. Nou, ik dus ook niet meer. En vanochtend werd ik behoorlijk verrast. Vorige week is er een televisieprogramma bij me op bezoek geweest. Oh. De presentatrice. Oh. Welke muziek heb jij het liefste seks? Is het Gwen? Het is Gwen. Voel je je ook sexy als je dat zingt? Want het moet wel. Het ziet er ook heel sexy uit. En ik heb een liedje voor haar geschreven en ze zit op dit moment in de auto. Dus ik hoop dat ik dat voor haar mag spelen. Won't you be my baby? I'll never let you down. Now won't you be my baby? Ik zat dus in de auto, in de file, toen ik dit hoorde. En wat gebeurt er dan? Dan word je binnen 10 seconden gebeld door de redactie van Giel Beelen. Ja, ik ga niks zeggen. Gwen. Hey, dude. Hey. Hey, sexy. Hallo. Hij maakt een mooi stukje muziek en heeft heel misschien wel een hitje te pakken. Dus dan wil ik daar graag een mooi stukje tv van maken. Dus wat kunnen we beter doen dan afspreken in misschien wel de meest beroemde muzikale suite van heel de wereld. De John en Yoko Honeymoon Suite in het Hilton in Amsterdam. Awkward. Maar echt. Ja. Hey. Hi. Hallo. Welkom in mijn huisje. Mijn nederige stulpje. Ja, toch al wel. Ah, yes. Nou, proost. Laten we even proberen gewoon een normaal interview te doen. Want ik draai vandaag een trending. Jij bent trending omdat je gisteren een award hebt gewonnen. Dat is niet de eerste. Eerst een Edison. Vorige week. Nu de 3FM Serious Talent Award, gisteravond. Dat is toch bizar? Dat is helemaal gek. Ja? Sowieso, die nominaties kwamen binnen. Ja. En dat vond ik al lijp genoeg. Mm-hmm. Edison zag ik echt natuurlijk totaal niet aankomen. En toen... ik had die speech. Ja. Beetje... Oh, ik zit echt lekker. Sorry. Het is wel een lekker bedje, hè? Ja. Je mag wel vaker langskomen als je wil. Misschien. Maar vertel verder. Je hebt dan natuurlijk die Edison gewonnen. Heel veel succes. Ben je nog wel een serious talent? Ben je niet veel meer dan dat? Nou, maar ik had in eerste instantie was ik nog super blij dat ik überhaupt mocht komen naar de 3FM Awards. Want vorig jaar... Dat je uitgenodigd was? Dat ik uitgenodigd was, want vorig jaar was dat nog niet zo. En toen mocht ik helemaal niet. En nu? Wat ga je morgen doen? Ik ga sowieso spelen. Openen. Ga je even de 3FM Awards openen? Alsof het niks is. Ja, dat mocht. Word je verlegen van mij? Ja. Waarom? Weet je best. Oké, don't push it. Heb je ooit eerder een liedje over een meisje geschreven? Jawel, maar hele wisselende... Dus dit is helemaal niet speciaal? Ik heb natuurlijk nog nooit een liedje... op de radio voor een meisje gespeeld. Dit is helemaal niet romantisch, maar... Nou ja, goed, je weet het toch. Ik weet het ook. Dus je hebt die Edison... 3FM Serious Talent Award... Spider-Man... Festivalseizoen. Waar sta je allemaal? Wordt helemaal gekhuis. Pinkpop, concertatie... Mag ik dan mee? Ja, tuurlijk. Je mag altijd mee.